De avond valt, de dag is voorbij, je loopt eenzaam over straat. Ooit was het in voor en in tegenspoed, nu weet je, diep in je hart. Het komt nooit meer goed. Maar je best doet, dat valt het heus voor mij. Kijk, en zo draai je met die wielen. Niet dat wiel, maar dat wiel. Anders krijg je hondenvuiligheid aan je handen. Kijk. Kijk nou. Kijk uit voor dat buffet. Ja, ik zit er ook net in, Wil. Je moet ook even wennen. En wil je nou naar rechts, dan gooi je je hele gewicht op het rechte wiel. Kijk. Kijk uit voor die tafel. Ik laat alleen maar even zien hoe het moet. Ja, ik weet heus wel hoe het moet. Ja, kijk, op dat verdomde vloerkleed gaat het natuurlijk hartstikke stroef. Maar dan zeg ik alles wat je moet doen. Voor de rest kan je gaan en staan waar je wil. Is toch mooi, niet? Ja, het is toch niet het ergste van de wereld om in een rolstoel te zitten. Het is jammer dat je niet van voetbal houdt. Je krijgt de mooiste plaatsen. Vlak naast de grensrechter. Lekkere pleet over je benen en maar schreeuwen tegen die kerels. Kom op, luie flikkers! Nee hoor, ik ben blij dat we er een hebben. En je mag gerust weten dat het een pak van maart is. Dat ik weet als ik even weg ben, dat jij je kan redden thuis alleen. Nou, wat gaat er dan gebeuren als jij weggaat en ik me hier thuis alleen kan redden? Je denkt toch niet dat ik het voor mekaar krijg om daar zelf alleen mee rond te rijden wel? Waarom niet? Waarom niet? Nummer 1, omdat je toch niet denkt dat ik in mijn uppie in dat ding ga zitten en ga proberen om die wielen rond te duwen wel? Dat is nummer 1. En nummer 2 ben ik heel niet sterk genoeg in mijn armen, maar daar gaat het niet om. Jij zei dat je me zou douwen. Jij hebt iedereen verteld dat jij mij ging douwen. Heb je mij dan horen zeggen dat je niet ging douwen wel? Nou, ga jij daar nou maar uit, laat mij daar maar in. Ik heb het alleen maar gedaan voor jou, ouwetje, hoor. Ik wil meer armslag te geven, als het ware. Dat je niet zo afhankelijk bent. Dat je een beetje uit de weg kan, zal ik maar zeggen. Ik heb mensen de gekste dingen zien doen in zo'n rolstoel, hoor. Ik heb je er zelfs in zien korfballen. Ja, je moet je natuurlijk wel toezetten. Ze hebben zelfs hun eigen Olympische Speler die gehandicapten. Winnen gouden medailles. Ja, sommige dan. Nou, kom op. Nou, wordt er nog gedouwd? Gedouwd? Maar lieve schat, je probeert het niet eens. Dat is jouw moeilijkheid. Je probeert het niet eens. Ja, als jij het is als die kreupel in zo'n ding moet zitten, nou, dan zou je je horen. Hoorde ik jou niet over korfbal spelen? Of gouden medailles winnen. Nee hoor, oh nee. Zou ik jou wel degelijk moeten douwen. Als jij het was die kreupel aan zo'n ding gekluisterd zat. Maar ik ben niet kreupel, schat. En ik hoef niet in zo'n rolstoel. Jij kan niet lopen, jij moet erin. Het zijn jouw benen die het af laten weten, niet de mijne. Maar als ik zo getroffen was als jij, zou ik niet bij de pakken neerzitten. Dan zou ik proberen er wat van te maken. Dan zou ik... Ja, je hoeft niet zo aan te kijken. Het is niet mijn fout dat onze lieve heer in al zijn wijsheid heeft besloten jou kreupel te maken. Kijk nou uit! Heb ik dat? Wat? Jou dat rodding. Dit is geen straf van Wolken. Dat heb ik helemaal niet gezien. Jawel, je zei duidelijk. Luister, ik heb het al... Het is een... reumatische artritis. Ja, 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 ja. Dat hebben veel mensen van mijn leeftijd. Dat is geen straf van Wolken. Als het een straf van boven was, dan zou jij het gekregen hebben en niet ik. Nou, ik heb het dus niet. Zeg, je hebt toch die rem niet weer aan, hè? Nee. Volgens mij, dat ding is niet vanuit te branden. Je zou wat minder moeten eten, wat aan je gewicht moeten doen. Ach, wel nee. Daar ben je wel aan. Het is een slag. Je moet gewoon meer je best doen. Ja. Nou, volgens mij is het heus wel een straf van boven. Je hebt gelijk. Ik ben het. Het is mij die te pakken heb. Dat heb hij heel luid geprakticeerd. Want wat is nou de ergste straf? Die rotzoel te moeten douwen of te moeten inzitten. Kijk, dat bedoel ik met wat ik zei. Kijk, hij heeft jou dit niet aangedaan omdat hij jou speciaal niet mag. Nee. Hij doet dat soort dingen juist met mensen die hij wel mag.
Kijk, hij gaf al die straf aan zijn heiligen. Terwijl ze nog op aarde waren, dat is algemeen bekend. Dat doet hij om ze te testen. Om te kijken of ze uit het juiste hout gesneden zijn. En als dan je tijd is en hij roept je, nou, dan zit je mooi naast hem. Vlak naast hem. Als voorbeeld voor al die anderen die hier op aarde op rozen zaten. En laat je heus niet lang aantorberen, hoor. Nee, het is geen bruut. Zo gauw als hij denkt, nou, ze hebben nou genoeg getopt. Ze hebben nou genoeg geleden. Ze hebben nou genoeg geboet. Nou, dan roept hij het tot zich. En dan lach jij. Zeg, je hebt toch niet die remmer aan, hè? Nou, hè. Je hebt die remmer aan. Ja, jij gaat te hard. Te hard? Te hard, dat kan me niet hard genoeg gaan. Ik wil naar huis. Ik ben verdomme zeiknat. En ik wil geen ongeluk krijgen. En ik ga naar de pleuris. Blijf van die rem af. Ja, die rem gaat los. Die doe rem gaat er nog eens vanaf. Rustig aan. He, wat heb ik daar anders jij in elkaar zakt? Rustig aan. Hoe kan ik er nou rustig aan doen met die klote rem de hele tijd? Ja, let jij een beetje op je taal. Je bent hier niet thuis, je loopt op de openbare weg. Luister eens, als jij het niet eens met de manier van als je taal. Als je dat maar rustig aan doet. Heb ik dan anders jij in elkaar zakt? Zo jong ben je nou ook niet meer. Dat weet ik, schat, dat weet ik. En ik word er ook niet jonger op. Door jou die rotsel voor te douwen. Dan heb je er, Fanny Blanke Schoen. Had ik maar een extra hand. Nee, je hebt nog niet genoeg wat niet in orde is. Nou, nog een extra hand om last van te krijgen. Zak. Zeg, ik heb net zitten denken. Waarom zou jij jezelf pijnigen om naar het spreekuur van die dokter te gaan? Die dokter moet hier komen, die moet jou komen opzoeken. Jij kan niet lopen, jij bent kreupel. Hij niet. Ik zeg je nog een keertje dat het niet de huisarts is die ik moet zien. Het is de specialist in het ziekenhuis. Die specialiseert in wat ik heb. Oh ja? Waar specialiseert die dure specialist dan wel in? In niks zeker. Niks wat wij hebben althans. Ja, hij gooit je over zijn schouder als je bij hem binnenkomt, dat is alles. Misschien is hij daarin gespecialiseerd. Ja, daar gelooft die man in. Dat is goed voor mijn rug, zegt hij. Trouwens. Ik zou die dokter niet graag hier thuis hebben. Ik bedoel, je kan die man niet eens binnenvragen. Je ziet hoe alles eruit ziet. Ik zou me alleen maar schamen. Ja, nou, je zegt je. Je hebt gelijk. Jij zou eigenlijk hulp moeten hebben, weet je dat? Het is toch een schande dat iemand in jouw conditie, kreupen en al, nog met boenen en wassen en strop en de boelenkant moet houden. Een schande! Jij zou wat meer kunnen doen. Dat is het punt niet, daar gaat het dan niet om. Zij van sociale zaken. Zij zou iemand moeten sturen. Dat is toch hun pakje, ja? Niet toch niet het mijne? Met geen sociaal werker. Daar heb Drees nou voor gevochten. Normaal lopen ze van sociale zaken, lopen ze deur plat bij je. Maar overigens, wat is, dat zie je niet meer, hoor. Ik bedoel, daar heb ik toch krom voor gelegen? Je moest, hè? Je kon er niet onderuit. Je kon niet zeggen, nee, ik betaal geen premie. Terwijl ik in het begin ervan erop tegen was, dat weet je ook nog wel. Ik had het liever allemaal particulier gedaan. Maar nee, hoor. Ze laten je geen enkele keuze, daar gaat je geld. U bent nu verplicht verzekerd, zei ze. Dan kost u maar x schulden in de maand. X? Wat is x? Ja, schat, wat is x? Ja, dat heb ik ook gedacht. Wat is x? Dat is de x van niks. De x van naks. Dat is je verplichte verzekering. Je ziekenfonds. Ze zijn er als de kippen bij als je moet betalen. Maar owe, als het op afkomen aankomt, dan zie je ze niet meer, hoor. Ze hebben mij anders wel die rolstoel gegeven. Ja, lieve schat, ja. Ze hebben jou die rolstoel gegeven, ja. Die verdomde rolstoel. Maar mag ik vragen, hebben ze jou er ook iemand bij gegeven om te douwen? Nee, mevrouw, laat die mafkees maar douwen. Ik zal jou eens vertellen, ik heb eerder zelf nog zo'n rolstoel nodig. Met dat gedoe. Mijn benen zijn ook niet meer wat ze geweest waren. Ik ben geen blind paard. Ja hoor, dat doen ze. Ze jagen mij op mijn leeftijd nog rustig in zo'n rolstoel. Terwijl ik eigenlijk rust moet houden. En die vriend zijn karretje gespannen. Hé, waar ga je nou naartoe? Ik heb God beter nog geen hap naar binnen. Ja.
we de ring. Ik ga niet op de stoep, maf, Kees. Met alle ouders nog op de stoep. Hé, hey, ga dan naar de kant. Luister, vriend, ik heb net zoveel recht op deze weg als jij. Schiet er toch op, man! Er is nergens een wet die zegt hoe snel ik moet. Er is alleen maar een wet die zegt hoe hard ik niet mag. Ik zou eens een beetje rekening houden met andere weggebruikers. Weggebruikers? Weggebruikers? Jij bent helemaal geen weggebruiker. Ik gebruik hem. Ik gebruik die weg. Ik ben hem alleen net toevallig voor je auto aan het gebruiken. Ja, maar je hoort hem helemaal niet te gebruiken. Jij bent een voetganger. Helemaal niet. Ik ben misschien wel een automobilist die loopt. En let een beetje op, ik heb een kreupel iemand in deze rolstoel. Ja, dat spijt me allemaal, verschrikkelijk om te zien, maar... Precies, jij moet je schamen. Meneer, wees u nou redelijk. Wees jij maar redelijk. Voetgangers behoren niet op de weg te lopen en het verkeer te hinderen, dat weet een kind. Ik geloof dat je het verkeer ophoudt. Ja, ja. Rij ons maar plat op dit zebrapad. Maar dan heb ik je. Dan ga je er volop. Ik ben nu een voetganger. Iemand die zich stipt aan de regels houdt. Oké. Steek over met mijn rechtmatige voorrang. Als je me opschiet. Ik heb toevallig wel een invalide in deze rolstoel. Begrijp je dat? Oké. Steek dan over. Steek dan over. Maar schiet dan op. Met dat verdomde overspringen. Ja, dan weet ik niet meer welke geld ze aan wil. Nou heb je er helemaal van de apropos gebracht. Met een geschreven getoete van je. Van gedachten veranderen. Oh ja, ik zal jou van gedachten laten veranderen. Wat? Dat ding gaat daarheen op. Rijd van die rol. Hij gaat wel weg. Van die rolslaaf. Hey. Oh ja, ik zal van mijn vingers in zijn kreeg. Hou komen. Even handen op de kin. Durf je dat? Ik ben toevallig zwarte dan. Oude man. Karaat heb ik. Ik durf je eraf. Ga je weg? Hé, ouwetje. Ouwetje, kom terug. Wees. Godsamme, je hebt de tijd, die zeg. Ze hebben het erg druk. Wat is er dan? Weer een langzaamaan actie? Ze hebben geen mensen genoeg. Ze hebben een miljoen werklozen. Kunnen ze nog wel een paar opleiden voor dokter? Ik wil niet dat er een werkeloos aan me zit. Dat is mijlig voor onze dokter mooi werkeloos. Als ik je van zeg had, was deze hele troep hier mooi werkeloos. Dan mag je niet roken. Nou ja. Waar zijn we hier? In Hitler-Duitsland? Ik dacht dat we hier in een vrij land leefden. Ja. Tot jouw Inedales en Lubbers aan de macht kwamen. Niet mijn Inedales. Daar heb ik nooit op gestemd. Jij hebt anders mooi wel op de VVD gestemd. Ja, lieve schat, ik heb op de VVD gestemd, ja. Maar Inedales is niet van de VVD. Nou, ik stem niet op vrouwen. Dat is verkeerd om een vrouw minister te maken. Zou al helemaal niet in het parlement mogen zitten. Toch geen vrouwenbaan? Vrouwen moeten gewoon alleen... Alleen wat? Thuis natuurlijk. Oké, vroeger werden vrouwen wel eens tot de Tweede Kamer toegelaten. Ja, een paar. Dat was alleen maar voor de gezelligheid. Om thee te zetten en broodje te smeren als ze straks moesten vergaderen. Maar geen hond nam ze toch serieus? Dat is toch geen baan voor een vrouw, politiek? Hooguit was vrouw van een politicus. De moeder van een politicus, moeder van een minister, maar niet zelf zijn. Gewoon de vrouw of de moeder van iemand. Dat is alles wat we vragen van ze. Dat is wel belangrijk genoeg, hoor. Die vrouwtjes moeten nog niet in hoofdjes gaan zitten breken of hoe het land geregeerd moet worden. Daar gaan ze toch helemaal niet aan. Ze moeten gewoon het huishouden doen. Dat is alle verkeerde waterstaat wat een vrouw hoeft. Maar een man moet nog maar zien dat hij het geld binnenbrengt voordat ze kan gaan huishouden. En daar is de rol van een man. Het huis uit om geld te verdienen. Ja, ik heb jou anders de laatste tijd niet veel binnen zien brengen. Wie direct kijken, Pipo de Clown.
is geen uit. Nou, hou op. Hou op. Dag, meneer. Nou, op. Even wat roken. Even hier. Weet je wel zeker dat je speciaal met vakantie is? Het is toch wel een goede dag? Ja. Ja, maar je hebt toch een afspraak, een bepaalde tijd dat je naar binnen mag? Ze geven je een tijd dat je hier moet zijn. Ja, maar is dat dezelfde tijd dat hij hier is? Die kerel die je moet zien? Hij is toch wel binnengekomen? Hij heeft toch wel zijn winkeltje geopend of wat? Ik weet het niet. Die zit hier wel aan de goudkust met zijn rijke privépatiënt. Die dure doktor komt toch alleen maar om te oefenen op mensen zoals jij en ik. Nou, meneer, hoe is te kijken, dat is waar. Ik heb wel eens gehoord van praktijk uitoefenen. Nou, denk jij dat die dure klanten willen dat hun dokter op hun komt oefenen? Nee hoor. Die oefenen hier. Daar is zo'n kaal kamertje. Dan oefenen de heren op arme fondspatiënten zoals wij. Leren ze nog eens wat. Kennen ze nog eens wat fout snijden. Geef niks hoor. Toch een fondspatiënt. Wij dus. Ga maar eens na. Wie kreeg de eerste harttransplantatie? Niet een of andere Rijkaard, hoor. Ben je gek? Een arme Joodse man in Zuid-Afrika. Waarschijnlijk een immigrant ook nog. Net van de boot geschopt. Die de taal niet machtig was. En niet eens wist wat ze met hem gingen doen. Dat hebben ze hem een zwart hart gegeven, niet? Het hart van een zwarte. Ja, wat denk je? Dat werkte natuurlijk niet. Want die Joodse man, zo'n Joodse organen werkte tegen. Dat was die koosje, zoals zij dat noemen. Ja, even zo goed als die man verder had geleefd. Wat voor soort leven zou die man gehad hebben? Daar in Zuid-Afrika. Tel die apartheid. Een witte man met een zwart hart. Hij zou niet eens geweten hebben welk toilet hij zou moeten gebruiken. Of welke bank hij mocht gaan zitten. Tuurlijk, sinds die tijd is daar veel veranderd. Ja, hebben ze veel bijgeleerd. Veel kennen oefenen daar waar het leven niks waard is. Maar ik zou je wat vertellen. Als ze het eenmaal helemaal voor elkaar hebben, helemaal geperfectioneerd. Ja, dan zie jij geen arme mensen een harttransplantatie krijgen, hoor. Ik krijg alleen die dure lui erin. Let op mijn woorden. Kun jij niet even een bekertje koffie voor me halen? Moet je daarvoor in de rij staan? Dan moet je harder naar huis. Je hebt toch niks anders te doen. Nou, dan offer ik me wel weer op. Denken. Dat is nieuw. Ik zeg, ik zit net te denken. Dat zei je al. Over 100 jaar of nog meer zijn er allemaal nieuwe mensen hier. Als je al die mensen hier ziet, die lammen en die blinden, hè, dan denk je wel eens, het maakt eigenlijk helemaal niks uit wat die dokters allemaal zitten te doen. Of hoeveel ze kennen bijleren, we gaan het toch allemaal aan. Al dat geld wat je aan die mensen spendeert om zijn leven te houden. Weggegooid. Over 100 jaar allemaal dood. Die dokter zelf ook. Nou, zou het nog raarder zijn als dat niet zo was. Maakt niet uit hoe hoog je gestegen bent. Hoe rijk, hoe beroemd. Allemaal weg. Marco van Basten. Rob de Nijs. Wim Kok. Zelfs Linda de Mol. Gaan er allemaal aan. Zijn niet meer stil, hè? Jij wel, hoor ik. Moet je nagaan. De hele wereld vol met nieuwe mensen. En er zal helemaal niemand bij zijn die wij kennen. Ken ze je nou al niet? Voor zover ik het kan bekijken, zijn het allemaal vreemden hier. En het kan me trouwens ook helemaal niks schelen wie er in 100 jaar hier wel mag wezen. Ik weet alleen dat ik er niet bij ben. Ik hoop dat zij een beetje betere tijd hier hebben dan ik heb gehad. Jij zit bij de pakken neer, weet je dat? Dat is jouw ellende. Dat heb ik al zo vaak gezegd. Je moet de dingen van de zonnige kant kunnen zien. Oké, je kan je benen niet meer gebruiken. Maar dat had veel erger kunnen zijn. Ik bedoel, je hebt je armen nog. Die kan je nog goed gebruiken. En je bent er goed bij. Maar ja, in ieder geval niet de som waarin je leeft, dat zal ik maar zeggen. Die niet van een gezond weten. Ik weet niet eens wie ze zijn, sommigen. Kop op, niet gaan zitten zeuren. Als ik de lotto win, heb ik je mijn Lourdes. Als jij de lotto wint? Ja. Trouwens, Lourdes, dit is alleen voor katholieken, toch?
Luister, als jij met geld aankomt, dan sturen die katholieken toch geen handel weg? En nog wat, hoe kan je iemand zien of die katholiek is? Dan kan jij makkelijk voor doorgaan, hoor. Je hoeft alleen maar naar zo'n kerk toe te gaan, een paar kaarsen aan te steken, een beetje van die gezichten op te pikken en huppatee. Je gaat zo van het Oflamoon door. Net zo gemakkelijk. Nee hoor, ik win de lotto. En haak het geld op en is het goed bij met je handje. En dan ga je mooi mee in de Lourdes. En dan nog iets wat dat Lourdes betreft. Je kan nog een pak terugverdienen op je reiskosten met die belastingvrije inkoop die we mee terugnemen. Ik heb wel eens gehoord over dat Lourdes. Dat er mensen die nog veel invalider waren dan jij, daar het water in gingen en gelijk als eruit kwamen, hup, kruk aan de kant. Liet er zelfs een rolstoel achter. Dat doen wij natuurlijk niet, want kijk, dan kennen we goed alle dranken sigaretten meenemen. Eigenaardig eigenlijk, hè, dat Lourdes niet in een ziekenfondspakket zit. Ik zal je zeggen waarom. Dat is omdat die doktoren dat natuurlijk tegenhouden. Zou ze toch gelijk zonder werk zitten, ja toch? Ik begrijp niet waarom jij ineens tekeer gaat tegen dokters. Ik ga niet tekeer tegen ze. Sommigen zijn best goed, hoor. Sommigen lijken me vrij eerlijk. Het geeft toch te denken dat al die doktoren aan ons zieke geld willen verdienen? Het is toch niet normaal om ze een dikke winst te laten maken op het uithalen van je ingewanden of het afzetten van je benen? Niemand haalt mijn benen eraf. Natuurlijk niet. Die halen je benen niet af omdat je te arm bent. Er zit niet genoeg winst op om die jou eraf te zagen. Dokters die hebben een roeping. Net als dominees en priesters. Die denken helemaal niet allemaal zoals jij, hoor. Die zijn precies hetzelfde als wij allemaal. Die ruiken geld. Jij denkt toch niet dat een begrafenisondernemer zit te huilen als je doodgaat? Wel, nee. Hij is de enige die lacht. En weet je waarom? Omdat hij geld aan je verdient. Die graaft heus geen gaten om jou erin te leggen, omdat hij dat zo leuk vindt. Daar zijn er bij die best gaten willen graven om jou erin te leggen. Omdat hij dat leuk vindt. Luister. Jij staat anders zo bij de dokter op de stoep als er ook maar dat mis met je is. Bij hem? Onze dokter? Ja. Die man die de God beter nooit is? Het is nog makkelijk om een bezoek aan het koninklijk huis te brengen dan aan hem. Ja, die man die heeft natuurlijk ook niet tijd voor elk wissewasje. Je moet ook een afspraak maken. Een afspraak? Je bent niet goed bij je hoofd. Hoe kan ik nou van tevoren een afspraak maken? Hoe kan ik van tevoren weten wanneer ik ziek word? Ja. Ik kan toch moeilijk die man gaan bellen en zeggen, hallo dokter, ik denk dat ik dinsdag een zware griep krijg, dus kan ik even bij u een afspraak maken? Nou, ik geloof niet dat wij te klagen hebben over de gezondheidszorg. Niet te klagen. Nee, ik zou nu weten wat ik het moet doen zonder. Niet te klagen. Zieke zorg. Stel het helemaal voor. Je kan er niet eens bij naar Lourdes. Ik wil helemaal niet naar Lourdes. Ik ben bang dat ik niet meer een wonderen geloof. Oké, dat is jouw zaak. Ik zal je één ding vertellen. Het mag een wonder heten als één van deze stakkers vandaag hier nog een dokter te zien krijgt. Want we zitten al uren. Al uren. Waarschijnlijk een immigrant ook nog. Net van de boot geschokt. Die de taal niet machtig was. En niet eens wist wat ze met hem gingen doen. Daar hebben ze hem een zwart hart gegeven. Niet? Het hart van een zwarte. Ja, wat denk je? Dat werkte natuurlijk niet. Want die Joodse man, zo'n Joodse organen werkte tegen. Dat was die koosje, zoals zij dat noemen.
Ja, even zo goed als die man verder had geleefd. Wat voor soort leven zou die man gehad hebben? Daar in Zuid-Afrika. Tel die apartheid. Een witte man met een zwart hart. Hij zou niet eens geweten hebben welk toilet hij zou moeten gebruiken. Of welke bank hij mocht gaan zitten. Tuurlijk, sinds die tijd is daar veel veranderd. Ja, hebben ze veel bijgeleerd. Veel kennen oefenen daar waar het leven niks waard is. Maar ik zou je wat vertellen. Als ze het eenmaal helemaal voor elkaar hebben, helemaal geperfectioneerd. Nou, dan zie je geen arme mensen een harttransplantatie krijgen, hoor. Dan krijg je alleen die dure lui erin. Let op mijn woorden. Kun jij niet even een bekertje koffie voor me halen? Moet je daarvoor in de rij staan? Dan moet je harder naar huis. Je hebt toch niks anders te doen. Nou, dan offer ik me wel weer op. Ik zit net te denken. Dat is nieuw. Ik zeg, ik zit net te denken. Dat zei je al. Over 100 jaar of nog meer zijn er allemaal lieve mensen hier. Als je al die mensen hier ziet, die lam en die blinden, hè, dan denk je wel eens, het maakt eigenlijk helemaal niks uit wat die dokters allemaal zitten te doen. Of hoeveel ze kennen bijleren, we gaan het toch allemaal aan. Al dat geld wat je aan die mensen spendeert om ze leven te houden, weggegooid. Over 100 jaar, allemaal dood. Die dokters zelf ook. Nou, zou nog raarder zijn als dat niet zo was. Maakt niet uit hoe hoog je gestegen bent. Hoe rijk, hoe beroemd. Allemaal weg. Marco van Basten. Rob de Nijs. Wim Kok. Zelfs Linda de Mol. Gaan er allemaal aan. Zijn niet meer stil, hè? Jij wel, hoor ik. Moet je nagaan. De hele wereld vol met nieuwe mensen. En er zou helemaal niemand bij zijn die wij kennen. Ken ze je nou al niet? Voor zover ik het kan bekijken, zijn het allemaal vreemden hier. Het kan me trouwens ook helemaal niks schelen wie er in 100 jaar hier wel mag wezen. Ik weet alleen dat ik er niet bij ben. Ik hoop dat zij een beetje betere tijd hier hebben dan ik heb gehad. Jij zit bij de pakken neer, weet je dat? Dat is jouw ellende. Dat heb ik al zo vaak gezegd. Je moet de dingen van de zonnige kant kunnen zien. Oké, je kan je benen niet meer gebruiken. Dat had veel erger kunnen zijn. Ik bedoel, je hebt je armen nog. Die kan je nog goed gebruiken. En je bent er goed bij. Maar ja... In ieder geval niet de som waarin je leeft, zal ik maar zeggen. Niet van een gezond weten. Ik weet niet eens wie ze zijn, sommigen. Kop op, niet gaan zitten zeuren. Als ik de lotto win, heb ik je mij naar Lourdes. Als jij de lotto wint? Ja. Trouwens, Lourdes. Dit is alleen voor katholieken, toch? Luister, als jij met geld aankomt, dan sturen die katholieken toch geen handel weer? En nog wat, hoe kun je iemand zien of die katholiek is? Dan kan jij makkelijk voor doorgaan, hoor. Je hoeft alleen maar naar zo'n kerk toe te gaan, een paar kaarsen aan te steken, een beetje van die gezegdes op te pikken en huppatee. Je gaat zo van het offlemoon door. Net zo gemakkelijk. Nee hoor, ik win de lotto. En haak het geld op en is het goed bij met je handje. En dan ga je mooi mee in de Lourdes. En dan nog iets wat dat Lourdes betreft. Je kan nog een pak terugverdienen op je reiskosten met die belastingvrije inkoop die we mee terugnemen. Ik heb wel eens gehoord over dat Lourdes, dat er mensen die nog veel invalider waren dan jij, daar het water in gingen en gelijk als eruit kwamen, hup, kruk aan de kant. Liet er zelfs een rolstoel achter. Dat doen wij natuurlijk niet, want kijk, daar kennen we goed alle dranken sigaretten in mijn naam. Vanuit de branden. Je zou ze wat minder moeten eten, wat aan je gewicht moeten doen. Ach, wel nee. Daar ben je wel aan. Het is een slag. Je moet gewoon meer je best doen. Ja. Nou, volgens mij is het heus wel een straf van boven. Je hebt gelijk. Ik ben het. Het is mij die te pakken heb. Dat heb hij heel luid geprakticeerd. Want wat is nou de ergste straf? Die rotzoel te moeten douwen of te moeten inzitten. Kijk, dat bedoel ik met wat ik zei. Kijk, hij heeft jou dit niet aangedaan omdat hij jou speciaal niet mag. Nee. Hij doet dat soort dingen juist met mensen die hij wel mag. Kijk, hij gaf al die straf aan zijn heiligen. Terwijl ze nog op aarde waren, dat is algemeen bekend. Dat doet hij om ze te testen. Om te kijken of ze uit het juiste hout gesneden zijn. En als dan je tijd is en hij roept je, nou, dan zit je mooi naast hem. Vlak naast hem.
als voorbeeld voor al die anderen die hier op aarde op rozen zaten. En laat je heus niet lang aantorberen hoor. Nee, het is geen bruut. Zo gauw als hij denkt, nou, ze hebben nou genoeg getopt, ze hebben nou genoeg geleden, ze hebben nou genoeg geboet. Nou, dan roept hij het tot zich. En dan lach jij. Zeg, je hebt nog niet die rember aan, hè? Nou, hè. Die remmer aan. Ja, jij gaat te hard. Te hard? Te hard, dat kan me niet hard genoeg gaan. Ik wil naar huis. Mijn verdomme zeiknat. En ik wil geen ongeluk krijgen. En ik geen natte pleurs. Blijf van die rem af. Ja. Die rem gaat los. Die rem haal ik er nog eens vanaf. Hè, wat heb ik daar anders jij in elkaar zakt? Rustig aan. Hoe krijg ik er nou rustig aan met die klotenrem de hele tijd? Ja, let jij een beetje op je taal. Je bent hier niet thuis, je loopt op de openbare weg. Luister, als jij het niet eens met de manier van opitaal. Als je dat maar rustig aan doet. Heb ik dan anders jij in elkaar gezakt? Zo jong ben je nou ook niet meer. Dat weet ik, schat, dat weet ik. En ik word er ook niet jonger op. Door jou die rotsel voor te douwen. Dat heb je er, Fanny Blankenskoen. Had ik maar een extra hand. Nee, je hebt nog niet genoeg wat niet in orde is. Nou, nog een extra hand om last van te krijgen. Zak. Zeg, ik heb net zitten denken. Waarom zou jij jezelf pijnigen om naar het spreekuur van die dokter te gaan? Die dokter moet hier komen, die moet jou komen opzoeken. Jij kan niet lopen, jij bent kreupel. Hij niet. Ik zeg je nog een keertje dat het niet de huisarts is die ik moet zien. Het is de specialist in het ziekenhuis. Die specialiseert in wat ik heb. Oh ja? Waar specialiseert die dure specialist dan wel in? In niks zeker. Niks wat wij hebben, althans. Ja, hij gooit je over zijn schouder als je bij hem binnenkomt, dat is alles. Misschien is hij daarin gespecialiseerd. Ja, daar gelooft die man in. Dat is goed voor mijn rug, zegt hij. Trouwens, ik zou die dokter niet graag hier thuis hebben. Ik bedoel, je kan die man niet eens binnenvragen. Zie hoe alles eruit ziet. Ik zou me alleen maar schamen. Ja, nou, je zegt je. Je hebt gelijk. Jij zou eigenlijk hulp moeten hebben, weet je dat? Het is toch een schande dat iemand in jouw conditie, kreupen en al, nog met boenen en wassen en strop en de boelenkant moet houden. Een schande! Jij zou wat meer kunnen doen. Dat is het punt niet, daar gaat het dan niet om. Zij was sociale zaken. Zij zou iemand moeten sturen. Het is toch hun pakje, ja, niet toch niet het mijne? Met geen sociaal werker. Daar heb Drees nou voor gevochten. Normaal lopen ze van sociale zaken, lopen ze deur. De avond valt, de dag is voorbij. Je loopt eenzaam over straat. Ooit was het in voor en in tegenspoed. Nu weet je, diep in je hart. Het komt nooit. Maar je best doet, valt het heus voor mij. Kijk, en zo draai je met die wielen. Niet dat wiel, maar dat wiel. Als krijg je hondenvuiligheid uit aan je handen. Kijk nou. Kijk uit voor dat buffet. Ja, ik zit er ook net in, ik moet ook even wennen. En wil je nou naar rechts, dan gooi je je hele gewicht op het rechterwiel. Kijk uit voor die tafel. Ik laat alleen maar even zien hoe het moet. Ja, ik weet heus wel hoe het moet. Ja, kijk, op dat verdomde vloerkleed gaat het natuurlijk hartstikke stroef. Maar dan zeg ik alles wat je moet doen. Voor de rest kan je gaan en staan waar je wil. Is toch mooi, niet? Ja, het is toch niet de ergste van de wereld om in een rolstoel te zitten. Het is jammer dat je niet van voetbal houdt. Je krijgt de mooiste plaatsen. Vlak naast de grensrechter. Lekkere pleet over je benen. Hem en schreeuwen tegen die kerels. Kom op, luie flikkers! Nee hoor, ik ben blij dat we er een hebben. En je mag gerust weten dat het een pak van Maart is. Dat ik weet als ik even weg ben, dat jij je kan redden thuis alleen. Nou, wat gaat er dan gebeuren als jij weggaat en ik me hier thuis alleen kan redden?
Je denkt toch niet dat ik het voor mekaar krijg om daar zelf alleen mee rond te rijden wel? Waarom niet? Waarom niet? Nummer 1, omdat je toch niet denkt dat ik in mijn uppie in dat ding ga zitten en ga proberen om die wielen rond te duwen wel? Dat is nummer 1. En nummer 2 ben ik heel niet sterk genoeg in mijn armen, maar daar gaat het niet om. Jij zei dat je me zou douwen. Jij hebt iedereen verteld dat jij mij ging douwen. Heb je mij dan horen zeggen dat je niet ging douwen wel? Nou, ga jij dan maar uit, laat mij dan maar in. Ik heb het alleen maar gedaan voor jou, ouwetje, hoor. Ik wil je armslag te geven, als het ware. Dat je niet zo afhankelijk bent. Dat je een beetje uit de weg kan, zal ik maar zeggen. Ik heb mensen de gekste dingen zien doen in zo'n rolstoel, hoor. Ik heb je er zelfs in zien korfballen. Ja, je moet je natuurlijk wel toezetten. Ze hebben zelfs hun eigen Olympische Speler die gehandicapten. Wie een gouden medailles. Ja, sommigen dan. Nou, kom op. Nou, wordt er nog gedouwd? Gedouwd? Maar lieve schat, je probeert het niet eens. Dat is jouw moeilijkheid. Je probeert het niet eens. Ja, als jij het is was die kreupel in zo'n ding moet zitten, nou, dan zou je je horen. Hoorde ik jou niet over korfbal spelen? Of gouden medailles winnen? Nee hoor, oh nee. Zou ik jou wel degelijk moeten douwen? Als jij het was die kreupel aan zo'n ding gekluisterd zat. Maar ik ben niet kreupel, schat. En ik hoef niet in zo'n rolstoel. Jij kan niet lopen, jij moet erin. Het zijn jouw benen die het af laten weten, niet de mijne. Maar als ik zo getroffen was als jij, zou ik niet bij de pakken neerzitten. Dan zou ik proberen er wat van te maken. Dan zou ik... Ja, je hoeft niet zo aan te kijken. Het is niet mijn fout dat onze lieve heer in al zijn wijsheid heeft besloten jou kreupel te maken. Kijk nou uit! Heb ik dat? Wat? Jou dat rodding. Dit is geen straf van wolken. Dat heb ik helemaal niet gezien. Jawel, je zei duidelijk. Luister, ik heb het alleen... Het is reumatische artritis. Ja. Dat hebben veel mensen van mijn leeftijd. Dat is geen straf van boven. Als het een straf van boven was, dan zou jij het gekregen hebben en niet ik. Nou, ik heb het dus niet. Zeg, je hebt toch die rem niet weer aan, hè? Nee. Volgens mij, dat ding is niet... Ik ben plat bij je, maar overwezen wees, dat zie je niet meer, hoor. Ik bedoel, daar heb ik toch krom voor gelegen? Je moest, hè? Je kon er niet onderuit. Je kon niet zeggen, nee, ik betaal geen premie. Terwijl ik in het begin ervan erop tegen was, dat weet je ook nog wel. Ik had het liever allemaal particulier gedaan. Maar nee, hoor. Ze laten je geen enkele keuze. Daar gaat je geld. U bent nu verplicht verzekerd, zei ze. Dan kost u maar x schulden in de maand. X? Wat is x? Ja, schat, wat is x? Ja, dat heb ik ook gedacht. Wat is x? Dat is de x van niks. De x van naks. Dat is je plichte verzekering. Je ziekenfonds. Ze zijn er als de kippen bij als je moet betalen. Maar owee, als het op afkomen aankomt, dan zie je ze niet meer, hoor. Ze hebben mij anders wel die rolstoel gegeven. Ja, lieve schat, ja. Ze hebben jou die rolstoel gegeven, ja. Die verdomde rolstoel. Maar mag ik vragen, hebben ze jou er ook iemand bij gegeven om te douwen? Nee, mevrouw, laat die mafkees maar douwen. Ik zal jou eens vertellen, ik heb eerder zelf nog zo'n rolstoel nodig. Met dat gedoe. Mijn benen zijn ook niet meer wat ze geweest waren. Ik ben geen blind paard. Ja hoor, dat doen ze. Ze jagen mij op mijn leeftijd nog rustig in zo'n rolstoel. Terwijl ik eigenlijk rust moet houden. En niet voor iemand zijn karretje gespannen. Hé, waar ga je nou naartoe? Ik heb God beter nog geen hap naar binnen. Hallo, dit is nog op de stoep. Hé, hey, jongen, ga dan naar de kant. Luister, vriend, ik heb net zoveel recht op deze weg als jij. Schiet op de god, man! Er is nergens een wet die zegt hoe snel ik moet. Er is alleen maar een wet die zegt hoe hard ik niet mag. En ik zou eens een beetje rekening houden met andere weggebruikers. Weggebruikers?
Weggebruikers. Jij bent helemaal geen weggebruiker. Ik gebruik hem. Ik gebruik die weg. Ik ben hem alleen net toevallig voor je auto aan het gebruiken. Ja, maar je hoort hem helemaal niet te gebruiken. Jij bent een voetganger. Helemaal niet. Ik ben misschien wel een automobilist die loopt. En let een beetje op, ik heb een kreupel iemand in deze rolstoel. Ja, dat spijt me allemaal verschrikkelijk om te zien. Maar... Precies, jij moet je schamen. Meneer, wees u nou redelijk. Wees jij maar redelijk. Voetgangers behoren niet om de weg te lopen en het verkeer te hinderen. Dat weet een kind. Ik geloof dat je het verkeer ophoudt. Ja, ja. Rij ons maar plat op dit zebrapad. Wat heb ik je? Dan ga je er volop. Ik ben nu een voetganger. Iemand die zich stipt aan de regels houdt. Oké. Steek over met mijn rechtmatige voorrang. Als je me opschiet. Ik heb toevallig wel een invalide in deze rolstoel. Begrijp je dat? Oké. Steek dan over. Steek dan over. Maar schiet dan op. Met dat verdomde oversteken. Ja, dan weet ik niet meer welke kant ze aan wil. Nou heb je er helemaal van apropos gebracht. Met een geschreven katoeter van je. En nu? Van gedachten veranderen. Oh ja, ik zal jou van gedachten laten veranderen. Hup, dat ding gaat daarheen op blijf, daar. Rijd van die rol. Hij gaat wel weg. Nu blijf van die rol af. Ja. Oh ja. Oh ja, ik zal wel mijn vingers in zijn kreeg uitkomen. Even voor handen op de kin. Durf je dat? Ik ben toevallig zwarte dan. Oude man. Karate heb ik gehad. Durf je eraf? Ga je weg? Hé, ouwertje. Ouwertje, kom terug. Wees. Sam, maar je hebt de tijd, die zegt. Ze hebben het erg druk. Wat is er dan? Weer een langzaamaan actie? Ze hebben geen mensen genoeg. Ze hebben een miljoen werklozen. Kunnen ze toch wel een paar opleiden voor dokter? Ik wil niet dat er een werkeloos aan me zit. Dat is dan eigenlijk voor onze dokter mooi werkeloos. Als ik je van zeg had, was deze hele troep hier mooi werkeloos. Mag je niet roken? Nou ja. Waar zijn we hier? Niet uit Duitsland? Ik dacht dat we hier in een vrij land leefden. Ja. Tot jouw Inedales en Lubbers aan de macht kwamen. Niet mijn Inedales. Daar heb ik nooit op gestemd. Ja, ik heb anders mooi wel op de VVD gestemd. Ja, lieve schat, ik heb op de VVD gestemd, ja. Maar Inedales is niet van de VVD. Als ik stem niet op vrouwen... Het is verkeerd om een vrouw minister te maken. Ze zou helemaal niet in het parlement mogen zitten. Toch geen vrouwenbaan? Vrouwen moeten gewoon alleen... Alleen wat? Thuis natuurlijk. Oké, vroeger werden vrouwen wel eens tot de Tweede Kamer toegelaten. Ja, een paar. Dat was alleen maar voor de gezelligheid. Om thee te zetten en broodje te smeren als ze straks moesten vergaderen. Maar geen hond nam ze toch serieus? Het is toch geen baan voor een vrouw, politiek? Hooguit als vrouw van een politicus. Of de moeder van een politicus. Moeder van een minister. Maar niet zelf zijn. Gewoon de vrouw of de moeder van iemand. Dat is alles wat we vragen van ze. Dat zijn ze al belangrijk genoeg, hoor. Die vrouwtjes moeten nog niet in hoofdjes gaan zitten breken... of hoe het land geregeerd moet worden. Daar gaan ze toch helemaal niet aan? Ze moeten gewoon het huishouden doen. Dat is alle verkeerde waterstaat wat een vrouw hoeft. Maar een man moet nog maar zien dat hij het geld binnenbrengt... voordat ze kan gaan huishouden. En dat is de rol van een man. Het huis uit om geld te verdienen. Nou, ik heb jou anders de laatste tijd niet veel binnen zien brengen. Wie direct kijken, Pipo de Clown. Is geen uit. Dag, meneer. Nou, even wat roken. Wat denk je van leven hier?
Weet je wel zeker dat je specialist met vakantie is? Het is toch wel een goede dag? Ja. Ja, maar je hebt toch een afspraak, een bepaalde tijd dat je naar binnen mag? Ze geven je een tijd dat je hier moet zijn. Ja, maar is dat dezelfde tijd dat hij hier is? Die kerel die je moet zien? Hij is toch wel binnengekomen? Hij heeft toch wel zijn winkeltje geopend of wat? Ik weet het niet. Die zit hier wel aan de goudkust bij zijn rijke privépatiënt. Die dure doktoren komen toch alleen maar om te oefenen op mensen zoals jij en ik? Nou, we niet zo eens te kijken, dat is waar. Ik heb wel eens gehoord van praktijk uitoefenen. Nou, denk jij dat die dure klanten willen dat hun dokter op hun komt oefenen? Nee hoor, die oefenen hier. Daar is zo'n kaal kamertje. De oefende heren op arme fondspatiënten zoals wij. Leren ze nog eens wat. Kennen ze nog eens wat fout snijden. Geef niks hoor. Toch een fondspatiënt. Wij dus. Ga maar eens na. Wie kreeg de eerste harttransplantatie? Niet een of andere Rijkaard hoor. Ben je gek? Een arme Joodse man in Zuid-Afrika. De avond valt, de dag is voorbij, je loopt eenzaam over straat. Ooit was het in voor en in tegenspoed, nu weet je, diep in je hart. Het komt nooit meer goed. Zie? Als je maar je best doet, dan valt het heus voor mij. Kijk, en zo draai je met die wielen. Niet dat wiel, maar dat wiel. Als krijg je hondenvuiligheid aan je handen. Kijk. Kijk nou. Kijk uit voor dat buffet. Nou, ik zit er ook net in je wiel. Ik moet ook even wennen. En wil je nou naar rechts, dan gooi je je hele gewicht op het rechte wiel. Kijk uit voor die tafel. Ik laat alleen maar even zien hoe het moet. Ja, ik weet heus wel hoe het moet. Ja, kijk, op dat verdomde vloerkleed gaat natuurlijk hartstikke stroef. Maar dan zei ik alles wat je moet doen. Voor de rest kan je gaan en staan waar je wil. Is toch mooi, niet? Ja, het is toch niet de ergste van de wereld om in een rolstoel te zitten. Het is jammer dat je niet van voetbal houdt. Je krijgt de mooiste plaatsen. Vlak naast de grensrechter. Lekkere pleet over je benen. En maar schreeuwen tegen die kerels. Kom op, luie flikkers. Nee hoor. Ik ben blij dat we er een hebben. En je mag gerust weten dat het een pak van maart is. Dat ik weet als ik even weg ben. Dat jij je kan redden thuis alleen. En wat gaat er dan gebeuren als jij weggaat en ik me hier thuis alleen kan redden? Je denkt toch niet dat ik het voor mekaar krijg om daar zelf alleen mee rond te rijden wel? Waarom niet? Waarom niet? Nummer 1, omdat je toch niet denkt dat ik in mijn uppie in dat ding ga zitten en ga proberen om die wielen rond te duwen wel? Dat is nummer 1. En nummer 2 ben ik heel niet sterk genoeg in mijn armen, maar daar gaat het niet om. Jij zei dat je me zou douwen. Jij hebt iedereen verteld dat jij mij ging douwen. Heb je mij dan horen zeggen dat je niet ging douwen wel? Nou, ga jij dan maar uit. Laat mij dan maar in. Ik heb het alleen maar gedaan voor jou, ouwetje, hoor. Ik wil meer armslag te geven, als het ware. Dat je niet zo afhankelijk bent. Dat je een beetje uit de weg kan, zal ik maar zeggen. Ik heb mensen de gekste dingen zien doen in zo'n rolstoel, hoor. Ik heb je er zelfs in zien korfballen. Ja, je moet je natuurlijk wel toezetten. Ze hebben zelfs hun eigen Olympische Speler die gehandicapten. Winnen gouden medailles. Ja, sommigen dan. Nou, kom op. Nou, wordt er nog gedouwd? Gedouwd? Maar lieve schat, je probeert het niet eens. Dat is jouw moeilijkheid. Je probeert het niet eens. Ja, als jij het is zoals die kreupel in zo'n ding moet zitten, nou, dan zou je je horen. Hoorde ik jou niet over korfbal spelen? Of gouden medailles winnen. Nee hoor, oh nee. Zou ik jou wel degelijk moeten douwen. Als jij het was die kreupel aan zo'n ding gekluisterd zat. Maar ik ben niet kreupel, schat. En ik hoef niet in zo'n rolstoel. Jij kan niet lopen, jij moet erin. Het zijn jouw benen die het af laten weten, niet de mijne. Maar als ik zo getroffen was als jij, zou ik niet bij de pakken neerzitten. Dan zou ik proberen er wat van te maken. Dan zou ik... Ja, je hoeft niet zo aan te kijken. Het is niet mijn fout dat onze lieve heer in al zijn wijsheid heeft besloten jou kreupel te maken. Kijk nou uit! Heb ik dat? Wat? Jou dat rodding. Dit is geen straf van wolven.
Ik zou die dokter niet graag hier thuis hebben. Ik bedoel, je kan die man niet eens binnenvragen. Zie hoe alles eruit ziet. Ik zou me alleen maar schamen. Ja, nou, je zegt joh. Je hebt gelijk. Jij zou eigenlijk hulp moeten hebben, weet je dat? Het is toch een schande dat iemand in jouw conditie, kreupen en al, nog met boenen en wassen en strop bij de boerenkant moet houden. Een schande! Jij zou wat meer kunnen doen. Dat is het punt niet, daar gaat het dan niet om. Zij was sociale zaken. Zij zou iemand moeten sturen. Het is toch hun pakje, ja, niet toch niet het mijne? Met geen sociaal werker. Daar heb Drees nou voor gevochten. Normaal lopen ze van sociale zaken, lopen ze deur plat bij je. Maar OWS wist, dat zien ze niet meer hoor. Ik bedoel, daar heb ik toch krom voor gelegen? Je moest, hè? Je kon er niet onderuit. Je kon niet zeggen, nee, ik betaal geen premie. Terwijl ik in het begin ervan erop tegen was, dat weet je ook nog wel. Ik had het liever allemaal particulier gedaan. Maar nee hoor, ze laten je geen enkele keuze, daar gaat je geld. U bent nu verplicht verzekerd, zei ze. Dan kost u maar x schulden in de maand. X? Wat is x? Ja, schat, wat is x? Ja, dat heb ik ook gedacht. Wat is x? Dat is de x van niks. De x van naks. Dat is je verplichte verzekering. Je ziekenfonds. Ze zijn er als de kippen bij als je moet betalen. Maar owee, als het op afkomen aankomt, dan zie je ze niet meer, hoor. Ze hebben mij anders wel die rolstoel gegeven. Ja, lieve schat, ja. Ze hebben jou die rolstoel gegeven, ja. Die verdomde rolstoel. Maar mag ik vragen, hebben ze jou er ook iemand bij gegeven om te douwen? Nee, mevrouw, laat die mafkees maar douwen. Ik zal jou eens vertellen, ik heb eerder zelf nog zo'n rolstoel nodig. Met dat gedoe. Mijn benen zijn ook niet meer wat ze geweest waren. Ik ben geen blind paard. Ja hoor, dat doen ze. Ze jagen mij op mijn leeftijd nog rustig in zo'n rolstoel. Terwijl ik eigenlijk rust moet houden. En die vriend zijn karretje gespannen. Hé, waar ga je nou naartoe? Ik heb God beter nog geen hap naar binnen. Hallo, dit is nog op de stoep. Hé, hey, jongen, ga dan naar de kant. Luister, vriend, ik heb net zoveel recht op deze weg als jij. Schiet op de god, man! Er is nergens een wet die zegt hoe snel ik moet. Er is alleen maar een wet die zegt hoe hard ik niet mag. Ik zou eens een beetje rekening houden met andere weggebruikers. Weggebruikers? Weggebruikers? Jij bent helemaal geen weggebruiker. Ik gebruik hem. Ik gebruik die weg. Ik ben hem alleen net toevallig voor je auto aan het gebruiken. Ja, maar je hoort hem helemaal niet te gebruiken. Jij bent een voetganger. Helemaal niet. Ik ben misschien wel een automobilist die loopt. En let een beetje op, ik heb een kreupel iemand in deze rolstoel. Ja, dat spijt me allemaal. Misschien om te zien. Maar precies, jij moet je schamen. Meneer, wees u nou redelijk. Wees jij maar redelijk. Voetgangers behoren niet op de weg te lopen en het verkeer te hinderen. Dat weet een kind. Ik geloof dat je het verkeer ophoudt. Ja, ja. Rij ons maar plat op dit zebrapad. Wat heb ik je? Dan ga je er volop. Ik ben nu een voetganger. Iemand die zich stipt aan de regels houdt. Oké. Ik steek over met mijn rechtmatige voorrang. Als je me opschiet. Ik heb toevallig wel een invalide in deze rolstoel. Begrijp je dat? Oké. Steek dan over. Steek dan over. Maar schiet dan op. Met dat verdomde oversteken. Ja, dan weet ik niet welke geld ze aan wil. Daar heb je de hemel van apropos gebracht. Met een geschreven katoeter van je. En nu? Van gedachten veranderd. Oh,
Ja, ik zal jou van gedachten laten veranderen. Hart? Dat ding gaat daarin op blijf, daar. Blijf van die rol. Blijf van die rol af. Ik, oh ja. Ah. Oh ja, ik zal wel mijn vingers in zijn kreeg afkomen. Eens voor handen op de kin. Durf je dat? Ik ben toevallig zwarte dan. Oude man. Karate heb ik gehad. Durf je eraf? Ga je weg? Hé, ouwertje. Ouwertje, kom terug. Wees. Godsamme, je hebt de tijd hier, zeg. Ze hebben het erg druk. Wat is er dan? Weer een langzaamaan actie? Ze hebben geen mensen genoeg. Ze hebben een miljoen werklozen. Kunnen ze toch wel een paar opleiden voor dokter? Ik wil niet dat er een werkeloos aan me zit. Dat is dan eigenlijk voor onze dokter mooi werkeloos. Als ik ervan zeg, had was deze hele troep hier mooi werkeloos. Je mag hier niet roken. Nou ja. Waar zijn we hier? Niet uit Duitsland? Ik dacht dat we hier in een vrij land leefden. Ja. Tot jouw Inedales en Lubbers aan de macht kwamen. Niet mijn Inedales. Daar heb ik nooit op gestemd. Ja, ik heb anders mooi wel op de VVD gestemd. Ja, lieve schat, ik heb op de VVD gestemd, ja. Maar Inedales is niet van de VVD. Als ik stem niet op vrouwen. Het is verkeerd om een vrouw minister te maken. Zou helemaal niet in het parlement mogen zitten. Toch geen vrouwenbaan? Vrouwen moeten gewoon alleen... Alleen wat? Thuis natuurlijk. Oké, vroeger werden vrouwen wel eens tot de Tweede Kamer toegelaten. Ja, een paar. Dat was alleen maar voor de gezelligheid. Om thee te zetten en broodje te smeren als ze straks moesten vergaderen. Maar geen hond nam ze toch serieus? Is toch geen baan voor een vrouw, politiek? Hooguit als vrouw van een politicus. Of de moeder van een politicus. Moeder van een minister. Maar niet zelf zijn. Gewoon de vrouw of de moeder van iemand. Dat is alles wat we vragen van ze. Dat is al belangrijk genoeg, hoor. Die vrouwtjes moeten nog niet in hoofdjes gaan zitten breken... of hoe het land geregeerd moet worden. Daar gaan ze toch helemaal niet aan? Ze moeten gewoon het huishouden doen. Dat is alle verkeerde waterstaat wat een vrouw hoeft. Maar een man moet nog maar zien dat hij het geld binnenbrengt... voordat ze kan gaan huishouden. En dat is de rol van een man. Het huis uit om geld te verdienen. Nou, ik heb jou anders de laatste tijd niet veel binnen zien brengen. Wie direct kijken, Pipo de Clown. Is geruit. Dag, meneer. Nou. Even wat roken. Wat denk je van leven hier? Weet je wel zeker dat je specialist met vakantie is? Het is toch wel een goede dag? Ja. Ja, maar... Je hebt toch een afspraak, een bepaalde tijd dat je naar binnen mag? Ze geven je een tijd dat je hier moet zijn. Ja, maar is dat dezelfde tijd dat hij hier is? Die kerel die je moet zien. Hij is toch wel binnengekomen? Hij heeft toch wel zijn winkeltje geopend of wat? Ik weet het niet. Die zit hier wel aan de goudkust met zijn rijke privépatiënt. Die dure doktoren komen toch alleen maar om te oefenen op mensen zoals jij en ik? Nou, we niet zo eens te kijken, dat is waar. Ik heb wel eens gehoord van praktijk uitoefenen. Nou, denk jij dat die dure klanten willen dat hun dokter op hun komt oefenen? Nee hoor. Die oefenen hier. Daar is zo'n kaal kamertje. De oefende heren op arme fondspatiënten zoals wij. Leren ze nog eens wat. Kennen ze nog eens wat fout snijden. Geeft niks hoor. Toch een fondspatiënt. Wij dus. Ga maar eens na. Wie kreeg de eerste harttransplantatie? Niet een of andere Rijkaard hoor. Ben je gek? Een arme Joodse man in Zuid-Afrika. Waarschijnlijk een immigrant ook nog. Net van de boot geschopt. Die de taal niet machtig was. En niet eens wist wat ze met hem gingen doen. Dat hebben ze hem een zwart hart gegeven, niet? Het hart van een zwarte. Ja, wat denk je? Dat werkte natuurlijk niet. Want die Joodse man, zo'n Joodse organen werkte tegen. Dat was die koosje, zoals zij dat noemen. Ja, even zo goed als die man verder had geleefd. Wat voor soort leven zou die man gehad hebben? Daar in Zuid-Afrika. Tel die apartheid. Een witte man met een zwart hart. Hij zou niet eens geweten hebben welk toilet hij zou moeten gebruiken. Of welke bank hij mocht gaan zitten.
Tuurlijk, sinds die tijd is daar veel veranderd. Ja, hebben ze veel bijgeleerd. Veel kennen oefenen daar waar het leven niks waard is. Maar ik zou je vertellen, als ze het eenmaal helemaal voor elkaar hebben, helemaal geperfectioneerd, nou, dan zie jij geen arme mensen een harttransplantatie krijgen, hoor. Dan krijg je alleen die dure lui erin. Let op mijn woorden. Kun jij niet even een bekertje koffie voor me halen? Moet je daarvoor in de rij staan? Dan moet ik jou dan eruit. Ik heb toch niks anders te doen. Nou, dan offer ik me wel weer op. Ik zit net te denken. Dat is nieuw. Ik zeg, ik zit net te denken. Dat zei je al. Over 100 jaar of nog meer zijn er allemaal lieve mensen hier. Als je al die mensen hier ziet, die lammen en die blinden, hè, dan denk je wel eens, het maakt eigenlijk helemaal niks uit wat die dokters allemaal zitten te doen. Of hoeveel ze kennen bijleren, we gaan het toch allemaal aan. Al dat geld wat je aan die mensen spendeert om ze leven te houden, weggegooid. Over 100 jaar allemaal dood. Die dokters zelf ook. Nou, het zou nog raarder zijn als dat niet zo was. Maakt niet uit hoe hoog je gestegen bent. Hoe rijk, hoe beroemd. Allemaal weg. Marco van Basten. Rob de Nijs. Wim Kok. Zelfs Linda de Mol. Gaan er allemaal aan. Zijn niet meer stil, hè? Jij wel, hoor ik. Moet je nagaan. De hele wereld vol met nieuwe mensen. En er zo helemaal... Jawel, je zei duidelijk. Luister, ik heb het alleen... Het is reumatische arteritis. Ja. Dat hebben veel mensen van mijn leeftijd. Dat is geen straf van boven. Als het een straf van boven was, dan zou jij het gekregen hebben en niet ik. Nou, ik heb het dus niet. Zeg, je hebt toch die rem niet weer aan, hè? Nee. Volgens mij, dat ding is niet vanuit te branden. Je zou ze wat minder moeten eten, wat in je gewicht moeten doen. Ach, wel nee. Daar ben je wel aan. Het is een slag. Je moet gewoon meer je best doen. Ja. Nou, volgens mij is het heus wel een straf van boven. Je hebt gelijk. Ik ben het. Het is mij die te pakken heb. Dat heb hij helemaal uitgeprakticeerd. Want wat is nou de ergste straf? Die rotzoel te moeten douwen of te moeten inzitten. Kijk, dat bedoel ik met wat ik zei. Kijk, hij heeft jou dit niet aangedaan omdat hij jou speciaal niet mag. Nee. Hij doet dat soort dingen juist met mensen die hij wel mag. Kijk, hij gaf altijd straf aan zijn heiligen. Terwijl ze nog op aarde waren, dat is algemeen bekend. Dat doet hij om ze te testen. Om te kijken of ze uit het juiste hout gesneden zijn. En als dan je tijd is en hij roept je, nou, dan zit je mooi naast hem. Vlak naast hem. Als voorbeeld voor al die anderen die hier op aarde op rozen zaten. En dan laat je heus niet lang aantobieren, hoor. Nee, het is geen bruut. Zo gauw als hij denkt, nou... Ze hebben nou genoeg getopt, ze hebben nou genoeg geleden, ze hebben nou genoeg geboet. Nou, dan roept hij het tot zich. En dan lach jij. Zeg, je hebt nog niet die rem weer aan, hè? Douwe. Die Rembrandt. Ja, jij gaat te hard. De hart, dat kan me niet hard genoeg gaan. Ik wil naar huis. Mijn verdomme zeiknat. En ik wil geen ongeluk krijgen. En ik ga naar de pleuris. Blijf van die rem af. Ja. Die rem gaat los. Die rem gaat er nog eens vanaf. Hé, wat heb ik daar aan als jij in elkaar zakt? Rustig aan. Hoe kan ik er nou rustig aan doen met die klotenrem de hele tijd? Ja, let jij een beetje op je taal. Je bent hier niet thuis, je loopt op de openbare weg. Luister eens, als jij het niet eens met de manier van als je taal... Als je dat maar rustig aan doet. Heb ik dan al als jij in elkaar zakt? Zo jong ben je dan ook niet meer. Dat weet ik, schat, dat weet ik. En ik word er ook niet jonger op. Door jou die rotzooi voor te douwen. Dat heb je er, Fanny Blankenskoen. Had ik maar een extra hand. Nee, je hebt nog niet genoeg wat niet in orde is.
Nou, nog een extra hand om last van te krijgen. Zak. Zeg, ik heb net zitten denken. Waarom zou jij jezelf pijnigen om naar het spreekuur van die dokter te gaan? Die dokter moet hier komen, die moet jou komen opzoeken. Jij kan niet lopen, jij bent kreupel. Hij niet. Ik zeg je nog een keertje dat het niet de huisarts is die ik moet zien. Het is de specialist in het ziekenhuis. Die specialiseert in wat ik heb. Oh ja? Waar specialiseert die dure specialist dan wel in? In niks zeker. Niks wat wij hebben althans. Ja, hij gooit je over zijn schouder als je bij hem binnenkomt, dat is alles. Misschien is hij daarin gespecialiseerd. Ja, daar gelooft die man in. Dat is goed voor mijn rug, zegt hij. Trouwens.